Ben je op zoek naar goedkope Ultimate Team Coins? Yes. It's a stupid question, I think. Ga dan naar fifacoinsfc.com en gebruik de code HEZE voor 5% korting op je aankoop. Hallo beste kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van Road to Eredivisie. We zijn er weer met ons Eredivisie-teampje. We hebben ook een nieuwe aankoop. We hebben Karstorp gekocht. De upgrade die was nummer 800 coins. In tegenstelling tot 3k een paar weken terug. Die heb ik dan even gekocht zodat we een nieuwe goede rechtsback hebben. Ook wil ik zeggen, over een paar maanden komt de Team of the Season eraan. Het beste tijd van het jaar voor de FIFA-spelers. Als je nou op zoek bent naar coins, dan doe het wel snel. Want de prijzen zullen gaan stijgen. Natuurlijk omdat iedereen coins wil kopen tegen die tijd. Dus als je nog vroeg wil zijn, dan kan je nu iets goedkoper coins kopen. En gebruik ook de code HEZE voor korting. Maar eerst moet ik eventjes doen. Er is een nieuw inform van Ziyech. Dat betekent dat ik deze even discard. En dan kan ik meteen die nieuwe kopen van 81, want die is helemaal niet duur. Hier heb ik hem 11.250 coins, maar het is mega goedkoop. Het is bijna discardprijs. Daarvoor heb ik Ziyech, de nieuwe inform. Best goede stats. 23 shooting, 24 passing, 20 dribbling. We gaan hem meteen proberen. Wat is dit nou weer? Waarom krijg ik dit nou? Wat heb ik hier nou aan? Oké, dat was raar. Ik zit er in één keer weer in. Ik moest even mijn PS resetten en mijn internet en toen kon ik weer doen. Oké. Nou, we gaan Ziyech erin zetten. Dat mag wel eens tijd worden. Geen tegenstanders gevonden. EA, wat ben je aan het doen? Yay! Ze geven me echt geen kans om potjes te spelen. Ze naaien me gewoon. Nou, een half jaar later. Ik heb mijn baard nog erg laten groeien in de tussentijd. Maar ik heb wel een tegenstander gevonden. Barclays Premier League. Touré. Diego Costa, Pedro, Oscar. Het is het gewone liedje. We gaan kijken of we kunnen winnen. We gaan het zien, jongens. We spelen best decent in divisie 3. Dus we moeten in theorie gewoon kunnen winnen. Helemaal met ons nieuwe aanwinst. Hakim Ziyech, second in form. Ach, ik ben ook nog speler 2. Kijk, ik heb een blauw pijltje boven mijn hoofd. Dan weet ik meteen dat alles goed komt. Milik, niet te lomp alsjeblieft. Niet te lomp. Hij moet ook nog iets moeten durven. Oké, Maxime Lescen. Lescen, wat ga je voor ons betekenen? Pas naar Ziyech. Ziyech, 2 sterren zwakke been. Yeah. Zo zie je maar dat hij niks met zijn zwakke been kan. Nou, Ziyech dan nu. Nu met je sterke been. Ja, die geeft meteen de goede bal. Lescen, hoe mis je die? Nee, dit was al meteen een grote kans. En die had erin moeten. Kom op. Andres Cuadrado op het koppie. Ja, ja, nee. Oh, het lukt allemaal niet. Kom op. Pas hem terug. Rustig paasje terug. Niks mis mee, gewoon een paasje. Simpele paasjes. Is gewoon een paas. Oh, Willems, wat doe je nou? Oké, Guardado, wat ga je forceren? Guardado, wat ga je forceren? Hoppa, Ziyech, terug. Guardado, schiet hem er maar in. Ja, dan is hij wel, dan zit hij wel. Lekker rustig blijven spelen. Andres Guardado heeft een cool hoofd. En hij scoort hem. 1-0 is het dan, jongens. Heerlijk doelpuntje. Assist van de nieuwkomer. Second van Ziyech, het is 1-0. Lekker, lekker. Milik, doe het nog maar een keer. Oh, hij scoort nog één bij. Arkadiusz Milik meteen 2-0. Is het zo'n dag? Het is zo'n dag. Oh nee. Stop hem. Waarom stopt hij hem niet? Jasper Cillessen, je bent al 50 wedstrijden bij de club en je kan niet die bal stoppen. Diego Costa maakte 2-1. Maar het is ook wel slecht van Jeffrey Bruma. Je zou bang van hem moeten worden, maar je kan die man niet stoppen. Heerlijk. Heerlijk. Milik. Door het midden dan. Ah, daar komt hij dan net tussen. Lelijk. Guardado, van afstand. Guardado. Oh, keepertje. Heerlijk. Prima, Gima. Hoppa. En door. Naar Jetro Willems. Jetro, jij kan redelijk voorzetten. Laat het eens zien, jongen. Laat het zien. Oh, dat liet hij zien. En uiteindelijk is het jammer, want hij kon zijn voetje er niet tegenaan zetten. Oh, Ziyech heeft best prima vrije trappenstats. Ga het gewoon proberen. You never know of je scoort of niet. Hoppakee, die zit er dan toch in. Hakim Ziyech op de onmogelijke manier. Ik zat er half te denken van, ah, hij gaat toch mis. En ik schiet hem er gewoon in, want Petr Cech bakt er helemaal niks van deze wedstrijd. Oh, Milik. Hij doet het goed. Hij doet het nog een keer. Daar gaan we dan. Dus easy uitgespeeld. Easy goal. 4-1, 63e minuut. Ik weet niet wat hij aan het doen was, maar het is heel stom. Dat is de 4-1. En nu is hij geliefd. Hij is er al klaar mee. Nou, we hebben weer coins, 623. En 12 schoten tegen 1 schot was ik een beetje kansloos. Nou, 3 winsten, 1 gelijk en 1 los. We hebben nog 5 games om 3 keer te winnen. We gaan Elie weer eens gebruiken. 12 wedstrijden, toch 6 goals. Dat is prima. Milik heeft 10 goals in 8 wedstrijden. Ziyech dan nu 1 assist en 1 goal. Dus dat is allemaal best prima. Lescen, 11 goals. Gudelje, 7. Kazashvili heeft er 16 en 19 assists. Willems, 0, maar wel een assistje. Bruma, een assist. Congolo, 2 goals en een assist. Karsdorp, nog niks. Jappie Cillessen, 50 games gespeeld. Dan hebben we hier nog Fischer. 8 goals en 5 assists. Narsing met 4 assists. Guardado 2 goals, 1 assist. Nou, heerlijk teampie. 33 rating. Volledig Spaanstalig.
Waarvan heel erg veel van de BBVA, behalve dan natuurlijk Morata en die linksvoor. En onze keeper. We hebben nu Kazayfili en Milik. En dan ook nog eens... Oh, dit team is eigenlijk best heerlijk. We gaan kijken wat we dan mee kunnen doen. Laat je niet foppen, Karsdorp. Dat doet hij niet. Voetje ertussen. Heerlijk. Jeffrey Bruma, doorgepaast. Oh, Elia. Met wat geluk. Oh, heerlijk. Ja, doorgepaast als een pro. Daar gaat hij. Arkadiusz Milik. Maakt hij het ook af. Milik. Zwakke benen ook wel. Maar Casillas met de goddelijke redding. Boah. Nou, we gaan eens even Willemsen giant throw-in gebruiken. Dan gaan we dan naar loop naar achter. Hoppakee. Naar het midden van het veld. Prima. Prima. Schiet hem maar. Wat is dit voor een slecht schot, Milik? Die is gewoon met links, moet je die erin peren. Oh, heerlijk. Arkadiusz. Hoppakeezers. Gewoon schieten. Oh, hij zit erin. Wie had dat gedacht? Arkadiusz Milik, die bal van die hoek erin schiet. Iker Casillas, die dacht ook. Oh, shit. Die had ik niet verwacht. Laat ik hem maar gewoon doorheen gaan. Nu wel lekker. Paas hem door. Hakim Ziyech. Kop, linkerbeen of dreams. Linkerbeen of dreams. Ping. Rebound. Nu dan? Nee. Heerlijk, is het buitenspel? Is het buitenspel? Is het buitenspel? Is geen buitenspel? Is geen buitenspel? Milik, nee, ping, rebound, ja! Het is rebound, is het van Hakim Ziyech, zijn tweede goal in 2 wedstrijden. Hij is het hoor. Hij is weer bewijzend voor ons team. En dat vind ik heerlijk, tweede doelpunt. En als eerste was het nog eventjes heel zwaar van Milik dat hij de paal schoot, maar daarna een rebound maakt niks meer uit. Kazayfili is genoeg uitgeput voor deze wedstrijd, ik wissel hem even met Ayoub. En daar loopt hij helemaal vrij. Milik, schiet hem maar. Hoppakee, direct in het hoekie. Verder kan je hem niet krijgen. En Milik heeft er alweer 2 in liggen deze wedstrijd. Hij staat op 9 wedstrijden en 12 goals. En nu moet ik heel erg nodig niezen. Maar ik moet eerst scoren met Ayoub. Oh, lul. Die was zo mooi. Dat vind ik heel vervelend. Heerlijk, heerlijk. Prima, Ziyech. Gaat Ayoub alsnog scoren dan? Ayoub, het is hem niet gegund. Dat vind ik heel vervelend voor Ayoubie, want hij moet eigenlijk gewoon scoren. En dan is het over. 3-0 gewonnen. We hebben met de Jan gewonnen van Spanje. Nederland-Spanje. Het is geen 1-5, wel een 3-0. Net zijn eigen vernedering. En ja, zo zien we het graag. Nou, dan gaan we met dit team doen. Een beetje een B-team. Met een aantal spelers uit de reserves. We hebben alleen Ziyech en Fischer als de mensen die iets voor ons moeten doen. Samen met Kazayfili. Nou, we gaan kijken wat we kunnen doen. Het team is echt goed. Dit is echt een goed team. Dus ik moet hierop gaan letten. Alleen zijn linksback off-cam is wel Lukaku in vorm. En Hazard. Oh. Oh. Het is wel lekker weer in het stadion. Dat vind ik altijd fijn. Gwenneke 1985. Nou, hoppa keizers. Oh, Fischer. 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 Oh, Fischer. Nee, hij ging te veel. Hij ging te ver. Dit is heel slecht. Haller. Door naar Ziyech. Ziyech terug naar Haller. Haller. Nu naar Ziyech. Ziyech. Oh, wat een heerlijk doelpunt. Wat een lekker goaltje. En hij scoort zijn derde wedstrijd in, of zijn derde goal in 3-op-1 volgende wedstrijden. En wat voor een doelpunt. Eerst met Haller. Krijgt de bal met een klein gelukje. En hij schiet hem maar gewoon. En hij vliegt perfect in de hoek. Oh, hij is zo sneaky. Hij is zo sneaky. En hij heeft de bal gewoon nog steeds. Hij heeft hem nog steeds. En hij past naar het midden. Haps, gewoon schieten. Met linksback. Was goed geprobeerd. Dat is wel tegen Courtois. Lekker. Victor Fischer. Victor Fischer. Geen skills. Gudelje. Kazayfili. 5 sterren. Zwakke been. Gewoon schieten. Nou, Kazayfili. Schiet hem maar. Zwakke been. Net rakelings naast. Het scheelde 5 centimeter. Prima. Nou, Ziyech, gewoon schieten. Hoor nog een keer. Oh, bijna. Via een deflection. Ziyech, jij kan iets doen. Jij kan hier iets mee. Jij kan hier iets mee. Nee, hij was iets te scherp, die bal. Heerlijk. Schieten maar. Gewoon schieten. 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 Lul. Nou, Haller, nu kan je jezelf bewijzen. Schieten. Niet met... Ja, prima. 2-0. Heerlijk doelpuntje van Haller. Niks mis mee. 2-0. Oh, shit. Oh, nee. Nee, bruh. Nee, Jasper Cillessen, 1-2. Dit was heel snel een tegendoelpunt. Wie is het? Het is Özil. Fischer, deze moest je dan afmaken. Dit is jouw kans, Fischer. Schiet hem maar in. Heerlijk balletje, 23 minuut, 1-3. Victor Fischer bewijst het dan dat hij toch nog iets meer kan dan de bal verprutsen. En hij scoort dit doelpuntje langs Courtois. En het is lekker feit dat we deze hebben gewonnen. Haller, schiet maar. Oei, ping. Schieten van afstand. Hakim Ziyech, bijna. Die was weer maar net mis. Hoe schiet hij deze er nou nog in? Ik ben er zelf stil van. Poh, Walcott die zo'n bal erin peert. Was sowieso niet echt best verdedigd van mij. Maar ook zo vanuit die hoek hotse flotse. Dat zijn een onmogelijke hoek, heet zoiets, EA. Hoezo kan je vanaf die hoek scoren? Maar het is niet van, ja, het mocht niet baten voor hem. Want we winnen met 2-3. We hebben alle 3 de wedstrijden gewonnen in deze aflevering. Hakim Ziyech natuurlijk man of the match naar zijn fantastische performance.
Hij moet nog 2 punten hebben en we zitten in divisie 2. Dat betekent dat we in de volgende divisie, dus in de volgende aflevering, gaan wij een nieuwe speler kopen en een nieuw team. Dus vergeet zeker niet te kijken tegen die tijd en vergeet niet de video te liken. Ik wens jullie heel veel plezier nog voor de rest van deze dag. En ik check jullie heel graag bij de volgende video. Later.